We lachen heel wat met elkaar af en dat zorgt voor een hele goede, leuke, open sfeer op de afdeling. Ik ben Arthur van Waas, ik ben financieel adviseur bij het Waterschap Hollandse Delta. Ik ben Renate, ik ben adviseur financieel beleid bij Waterschap Hollandse Delta. Wat ik als adviseur doe is onder andere de belastingen berekenen en analyses maken van de budgetjes en het management voorzien en het bestuur van die cijfers. Het leukste aan de functie van financieel adviseur is dat je enerzijds bezig bent met de inhoud, met de cijfers, die analyseer je en die bekijk je. En anderzijds op die analyse geef je advies aan de organisatie, aan de afdelingshoofden en ook directieleden over de financiële kant van het waterschap en de financiële kant van de afdelingen. De afdeling Financiën binnen Waterschap Hollandse Delta is een hele collegiale afdeling, heel open. Iedereen staat klaar om elkaar te helpen. Er zijn medewerkers die pas in dienst zijn, nog veel langer in dienst zijn. Dat geeft een goede mix van ervaring en anderzijds van een frisse blik. En daardoor versterken we elkaar elke keer weer. Het Waterschap Hollandse Delta zorgt voor stevige dijken, droge voeten, zuiver water en voor een veilige omgeving binnen de Zuid-Hollandse eilanden. Ik ben er heel trots op dat ik daar vanuit mijn eigen expertise, kennis en kunde een steentje aan bij kan dragen.